En wat gevangen, pap? Ik zal eens laten zien, kijk, ja. Jullie gooien door in, hè? Doorgooien. We hadden er net eentje voor zo, hè? Nee, dat was gewoon niet meer normaal. Ik werd er zelf bang van. Zo'n beest. Zijn er nog een last? En Betty? Zijn er nog een last? Nou, zit er niks meer aan. Ja. Dan zullen ze het dan niet meer vatten, hoor. Hé. Hey. Denk ook niet. Hé. Hey. Moet daar eten, weet je wel. Ja, dat dacht ik wel. Heb je niks gevangen of zo? Jawel, helemaal hem teruggegooid. Ja. Wil je wat eten dan? Hey, vijf. Maar dan nou, friet, weet je wel. Ik heb gewoon van die kleintjes. Dat is smerig. Bram, doe hem even zwaaien naar hem. Doei! Bram, ja, we gaan maar even iets heen. Ja, dat is allemaal van niet. Ik ga hem heel vast houden. Bram, hebben ze kunnen praten? Steentje. Dan gaan we even één keer met een slakje doen. Een trapkoek. Prachtig beestje. Een trapkoek op. Zet hem schoen. Ik ga een steentje nemen. Kutsplempje. Ik vind het wel jammer dat ik moet slapen. Ik hoop dat ik het overleef. De plempje gaat niet mee. Nee, papa, ik had het bij jou zo net gegeven. Waar heb je die daarmee gevangen? Heb je de angeltjes gehad, hebben er allemaal uitgerakt. Hier moet nog eens een angeltje liggen. Ik zie hem niet zo vlug. Ja, je leesbril niet op. Hoe kun je zien die dobber dan ondergaan? Waarom niks gevangen? Verwijt af zie ik goed. Maar kort ben ik. Ik heb drie angeltjes verspild. Ik heb een hele gewacht, ik ga er eentje vangen. Helemaal gebogen was hij. En hij trok angeltje af. Hij had ook zo'n zilvervisje, hè? Nou, bedankt. Niet niks. Ik heb allemaal verschillende visjes gevangen, hè? Allemaal verschillende, hè? Een zilveren, dat is mijn bruine. Dat is de grootste die ik ooit gevangen heb in de slangen. Weet je het lekker is, dit? Dat is onderwater, hè? Dat is geen cola, dus. Cola is lekkerder. Ja? Sinaas. Ja? Kijk uit. Moet hier een beetje water in doen voor de mosselen. Ja, anders gaat hij al kuis stinken. Nee, je geeft die mosselen gewoon aan hun, zodat ze in de vijf. Nee, dat kan merken, ook met vis. Mosselen kunnen toch maar, als ze water bij doen, kunnen morgen toch ook met vis, hè? Tuurlijk. Dat dacht ik ook. Hier is er een beetje water. Hoe vat je water? Nou, hier beneden veel water, hè? Ik haal wel wat. Ja. Haal je maar even voor die beneden water. Ja, maar, dan moet je opletten, hè, want hij is bezijen open hier. Kijk. Hier is je. Kan ik zo in dagen. Ja, en dan moet je erin blijven. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ik heb nog geen mosselen meer, dus ik kan niet. Ik heb er nog zat. Arme kleintjes. Daar heeft ze gevangen, aan die linkerkant hè? Ja, wij zijn helemaal die kant geweest. Ja, daar stek het van, hè? Ja, ik heb gewoon een rotspunt genoeg gezocht. Even kijken, was het nog meer? Nee. Gaan wij die top? Ja, dat is voor die mosselen erin. Ja. Oh, wilt u ze lucht geven? Nee, goed bezig. Toen ik ze in de zee was, waren ik alleen. En dan deed ik ze. Oh, dat deed ze zo erin. Ja, verstandig. Kijk, anders konden ze zo met de mensen eraf steken. Ja. En dan ben je erin. Kijk, weet je wat ik dan heb? Kom eens kijken. Je hebt ook nog. Pak even ons tasje. Blijf een brede opening hebben, hè? Kijk. Dat was de mosselen, maar ik heb getuigjes onder water. Oh, dan kun je onder water vissen hè, met de duikbril. Hè. Dat is nog mooi, dan kun je zo'n dingen draaien. Kun je zien, hè. Kun je recht gooien. Hè. Oh. Snap je? Maar ja, dan moet je best snorkelen. Ja, ik heb ook zo'n duikersbril. Heb ik ook. Duikerspak dan verder. Kom niet morgen vissen. Kom niet morgen vissen. Ja, misschien wel. Nou, we hebben gevist. Nou, is genoeg. Maar ik zal het ferry een beetje nat gooien, want die wil hem nat. Hier rijdt terug.
jullie hem in komen halen. Ja, mami is al heel erg boos. Mami is boos. Hè? Dan komen jullie hem alleen niet. Ik kom ernaast wat. Ferry zet die filmcamera's af. We zijn nu bij de auto. Ja, flessen kun je zo niet meenemen, man. Al dat water gaat eruit. Mensen, het is dorp al een beetje recht. Als jij nou deze vast. Nee. Dan zet ik hem hier tussen als je het verraakt. Gaan jullie niet mee? Jawel. Gaan jullie niet mee, zegt hij ook nog. Ga je met de auto uit de voet terug? Ja, dat was het. Ja. Deze weg heb ik al een keer gefilmd. Maar dadelijk een heel mooi uitzicht. En dan moet ik even filmen. Rustig aan maar, Edwin. Hoe laat zijn we nou weggereden? 10 voor 10. 10 voor 10. Nou zijn we een keer op de Duitse weg. Maar je kunt daar 7 in terug opstappen. Ja. Ik kwam me wakker maken. Ja, hoe laat was het? 6 uur goed. Nee. Nou, iets later dan. 6 uur? Ja, 6 uur werd ik eerst wakker gemaakt. Zal ik dan hier op plassen zitten, pap? Of zal ik nog weer toe lopen? Dan weer hoor ik. Ik ben nou de plassen toch hier, man. Doe toch niet zo moeilijk, ik hoef mij niet verwakker te maken. Ja, hier heb je het dadelijk. Kijk. Dat hoort er niet meer, zin in. Ja, dan hoef je toch ook niet te vragen wat dadelijk het is. Rustig rijden, dadelijk. Dadelijk rustig rijden, want nou hier de uitzicht. Nee, wil ons ferrie erop dan zetten. Dan moet ik plassen, dan moet ik eigenlijk vlug plassen. Ja, ik ben een buikje minder geworden, man, want die shelter heeft toch iets gedaan. Ja, ik heb niet meer en hier kan ik het niet aankomen. Zetten we nu hier aan. Ik rijd 20. Ja, maar zet er op de terugweg nog een keer uitzicht filmen. Uitzicht te filmen. We kunnen hier niet filmen. Misschien dadelijk nog een stukje. Terugweg is dat wel mooier dan. Terugweg. Oh ja, mijn boeken die waren nou hier, deze was nou droog, maar dan moet ik nou hier weer een mof af, anders gaan we weer nat. En dit is een andere. Ja, dank. Maar ik heb al gedacht, hè, waar... Dat is nog weer een andere. Ja, maar de plievits, waar jij dacht, richting Jujana. Hij dacht dat in Slovenië lag, maar dat ligt ook vlak echt tegen Slovenië aan, hoor. Als je op de landkaart ziet. Is dat in Kroatië lag. Maar ik hou meer bewaard even. Waar je binnenland lag, maar dat die waar je terug lag, dacht ik gewoon. Ik wist dat je na het moest rijden 100 kilometer toen van Vizar af, daar ben ik een keer naar gereden. En ook een keer van Numbach heb ik gereden. Ja, daar ben ik over een rijke jaar gereden, ja. Dat wist ik.
Rijkia. Ja. En dan, dan zo moest je een heel stuk rijden. Ja. Rijkia, dan waren we al. Heel opgezocht gedaan. Na 200 meter rechts afslaan. Twee of drie keer zijn we geweest. Ja. Voor de oorlog waren we er al geweest, hè? Ja, we waren er al. En toen moest ik een keer zien of dat rechts afslaan. Plivits eronder geleden had, maar er waren wel een heel stuk afgegaan, hè? Van ja, daar waren iets veel meer natuurlijk. Veel meer, ja. Ja, het ook al weer een beetje aangepast. Na 200 meter ga rechtdoor over de rotonde. Eerste afslag. En toen hebben we de hele dag van Smaars waren we al mede net dat die open waren. Ik weet niet hoe lang dat die open was. Ja.